Waarom een kind op onze dienst kindergeneeskunde in de juiste handen belandt? Omdat het hier een enthousiast team vindt, dat over zeer diverse expertise beschikt. Bij ons staat de zorg voor het kind centraal, in een modern en kindvriendelijk kader. Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen hier terecht voor algemene tot zeer gespecialiseerde pediatrische zorg. We passen ons aan de leeftijd en de noden van elk kind aan en stellen alles in het werk om elk bezoek of verblijf bij ons zo aangenaam mogelijk te maken. Binnen de kindergeneeskunde is elke kinderarts verder gespecialiseerd. Daardoor kunnen we een zeer brede waaier aan ziektebeelden behandelen. Kinderen met allerlei luchtwegklachten of problemen met het maag-darmstelsel vinden bij ons de juiste kinderziektenspecialist. Maar net zo goed kinderen met uiteenlopende nier- en urineweg-aandoeningen. Kinderen bij wie de hormoonwerking en stofwisseling niet volledig loopt zoals het hoort. Kinderen die kampen met stoornissen in de werking van de spieren, het zenuwstelsel of de hersenen. En kinderen met hartkwalen. Omdat we bovendien samenwerken als een hecht team dat sterk inzet op goede communicatie en uitwisseling van ervaring en expertise, halen onze patiënten ten volle de voordelen uit onze verzamelde kennis. Elk specialisme krijgt ondersteuning vanuit een uitgebreid team van enthousiaste verpleegkundigen en diverse paramedici die gespecialiseerd zijn in pediatrische zorgverlening. Ook de sociale dienst is erbij betrokken. Daarnaast lopen er nauwe samenwerkingen met diverse specialisten die verbonden zijn aan andere diensten en op hoog niveau over pediatrische kennis beschikken. Zo kunnen we een zeer breed zorgaanbod uitbouwen om ook kinderen met complexe of zeldzamere ziektebeelden te behandelen en specifieke patiëntengroepen zeer gerichte totaalzorg te bieden. Zoals de oprichting van onze plaskliniek of van het allergieteam dat complexere allergieproblematieken gezamenlijk bekijkt. Met onze slaapkliniek groeiden we uit tot het West-Vlaamse referentiecentrum voor wiegedood. En we zijn een erkend referentiecentrum voor diabetes bij kinderen en adolescenten. Voor zwaarlijvige kinderen tekenden we het obesitasproject uit. Er is een raadpleging voorzien voor kinderen met Down-syndroom. En we nemen de verdere opvolging in handen van kinderen die prematuur geboren zijn. Kinderen met ernstige neurologische aandoeningen volgen we op via onze consultaties voor Cerebral Palsy of het Neuromusculair Referentiecentrum. Ons PROSA-beleid loopt als een rode draad doorheen onze aanpak. PROSA staat voor procedurele sedatie en analgesie en is uitgegroeid tot een echte lijfspreuk op onze dienst. Hiermee beperken we pijn en angst tot een minimum. En willen we vooral traumatische ervaringen vermijden. We zetten in op positieve, soms bijna hypnotische communicatie. Gepaste pijnstilling en hulpmiddelen die de angst verminderen en de aandacht afleiden. Omdat ouders hierin een belangrijke partner zijn, betrekken we hen daar zo sterk mogelijk bij. En dan is er nog het dagelijks leven. Tijdens een ziekenhuisopname willen we de band en het contact met thuis en de school zo goed mogelijk bewaren en het kind zijn leven en leerprocessen zo normaal mogelijk laten verder zetten. Zo maken we van kindergeneeskunde een unieke combinatie van expertise en warme zorg.